Paradox Academy gaat op bezoek bij Red een Kind. Red een Kind is een christelijke internationale ontwikkelingsorganisatie die toekomst geeft aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Wij zijn benieuwd hoe Red een Kind paradoxen gebruikt om effectief te opereren. We gaan in gesprek met Andries Schuttinga, de huidige directeur, en Leo Visser, voormalig directeur en nu CEO van Doorkas. Bij Red een Kind heeft Frank Ottenhoff een verandering begeleid. Doel van deze verandering? Red een Kind van een pioniersorganisatie met sterk ondernemerschap transformeren in een organisatie die onderneemt met goede beheersing als fundament. Andries Schuttinga en Leo Visser over hun lessons learned. Ik wil even op mijn gemak zitten. Weet je? Ja, ik wil even, eerst krijg je een fotootje van maken. Ik heb maandag een 10 dagen. Oké. Is dit goed zo? Ja. En alles piepte en kraakte. En nou ja, van echt zo van, we hebben het gedaan, maar kan dit eigenlijk nog wel verder? Ik weet wel dat we in een soort fase zaten waarin we wel heel erg bezig waren. Oh, help, hoe gaan we het met elkaar voor elkaar krijgen? De mensen waren vermoeid geraakt. En de processen en de procedures en de systemen die we hadden, die waren niet geschikt voor de volgende fase. Dat moest echt opnieuw worden uitgevonden. Dus we waren bezig onze organisatie weer opnieuw uit. We moesten aan de gang om onze organisatie weer helemaal opnieuw uit te vinden. Het gevoel van je bent op een soort vlot van schot naar schot aan het springen vooruit. Wel denk ik de goede kant op, maar wel met een gevoel van helpen. We moeten maar even iets doen of we glippen uit en we liggen in het water. Dus er zat geen stevig fundament op om die kansen ook met een gevoel van zekerheid of met een gevoel van vertrouwen te kunnen pakken. Je moet nu blijven ondernemen met het oog op die woelige omgeving en tegelijkertijd moet die beheersing veel strakker. En dat ondernemen en dat beheersen, dat is, ja, staat op gespannen voet met elkaar. Ja, Leo was wel een beetje de belichaming van een, zeg maar, ad hoc organisatie waarin kansen volop gegrepen werden. En waar mensen misschien ook wel een beetje moe werden van een 3 wilde ideeën per week. Met inderdaad een onderliggende organisatie die ook een beetje houtje touwtje in elkaar zat. Wat is het belang ervan? Nee, omdat als je alleen maar bij vernieuwing bezig bent, hè, dan wordt het, voor je het weet, is het een soort drijfzand. En mensen waren op een gegeven moment ook wel in verwarring over welke kant gaat het op. Ja, en op een gegeven moment komt dat altijd op spanning te staan. Ondernemen en professioneel. De ene zegt, ja, we moeten eerst klaar zijn hiervoor. En de andere zegt, nee, als we er klaar voor zijn, is de kans voorbij. We moeten nu de kans pakken en we moeten gelijk zorgen dat we er klaar voor zijn. Ja. En die spanning die gaat niet uit ons type club weg. Dat blijft, dat hoort bij ons type club. Maar wat hebben jullie gedaan? Ja, we hebben inderdaad zowel het ondernemen als het beheersen tegelijkertijd aangepakt. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om te werken met een algemene directeur en een operationeel directeur. En we hebben met z'n tweeën heel duidelijk de boel verdeeld. En Andries is in de rol van de beheersing gekomen. Heeft die bedrijfsvoering heel erg ter hand genomen. Heeft die dingen vastgezet en dat maakte bij mij juist weer de energie vrij om dat ondernemen te blijven doen. Dus je kon het ene doen en het andere doen. Tegelijkertijd. Even heel plat gezegd, ik de binnenkant, Leo de buitenkant. En ervoor gezorgd dat we optimaal met elkaar in gesprek bleven over wat er aan de binnenkant en aan de buitenkant gebeurt. Ik wist het binnen 5 minuten. Want hij kwam binnen, hij kwam volgens mij uit Tanzania. En ik vroeg aan hem, het was een solliciteren voor een bepaalde plek waarvan hij binnenkwam. En toen vroeg ik, waarom wil je bij Red een Kind werken? Toen zei hij eigenlijk van, ja, eigenlijk wil ik op jouw stoel zitten. Ik denk, nou, die moet ik hebben. Ik kan me dat zelf niet zo herinneren. En toen de beslissing was genomen om Andries in deze post te krijgen, toen herinner ik dat we een gesprek hadden. Toen zei hij, wat heb jij nodig? Toen zei hij eigenlijk, jij moet gewoon 2 maanden op reis gaan, dan gaat het makkelijker. Dus dat was even het signaal van, ik moet ruimte hebben. Nou, oké, hier heb je alle ruimte en ga je gaan. Ja. Dus in die zin ook een hele dankbare taak, omdat je op het moment waar we waren in het kader van, zeg maar, beheersing, er ook heel veel dingen waren die je relatief makkelijk aan kon pakken en nieuwe structuren en procedures in kon zetten, die ook heel veel zekerheid, ruimte aan mensen gaf om verder te gaan. Dus toen Andries die rol op zich nam, nou, vond ik heerlijk. Gewoon, dat gaf ruimte. En dat gaf ruimte voor hem en dat gaf ruimte voor mij. Maar hij had ook de functie van de rem. Ja, prima. Moet af en toe gebeuren. Ik ben niet tegen de rem.
Zolang hij er maar niet altijd op zit. Er zijn een periode geweest in we ons programmatisch enorm ontwikkeld hebben, waar we kwalitatief enorm veel sterker geworden zijn. En tegelijkertijd zijn we geen bureaucratie geworden. Een leefde organisatie waar je meer kansen pakte, maar waar we misschien wat gestructureerde kansen pakten. De veerkracht van de organisatie om mee te gaan met veranderingen, die stond boven water. En wat ik dat zelf een beetje gezien heb, is dat mensen geleerd hebben, Rennekind die staat ook voor bepaalde waarden, namelijk als jij er bent voor de organisatie er voor jou. We vinden weer een plekje voor je. Dus die initiële onzekerheid van help, wat betekent dit voor mij? Na die eerste ronde gaf mensen het vertrouwen. Ik kan meebewegen, want er zal altijd een plekje voor mij zijn, zolang ik meebeweeg met de organisatie en zolang ik blijf geloven in wat hier nodig is. Dus ik merkte dat zeg maar, op één volgende verandering daarna, ging echt stukken makkelijker. En gaven we ook aan dat wij een club waren geworden waarin die veerkracht heel duidelijk zat. En dat is iets waar ik echt trots op ben, dat wij als organisatie samen, en dus in die verandering ook, onderliggende waarden konden, misschien niet expliciet, maar wel impliciet konden meegeven, waardoor mensen ook vertrouwen hadden. We bewegen mee, want we weten dat het uiteindelijk ook voor ons weer goed terecht gaat komen. Ik ben naar een andere organisatie gegaan. Ja. Daar vond ik elementen terug van wat ik bij Rennekind had gezien. Sommige minder, minder heftig, andere heftiger. En de oplossing die voor Rennekind is gekozen, dat is een oplossing die nog steeds opgeld doet. Want in de sector, in onze sector, die heel turbulent is, waar geen enkele zekerheid bestaat, waar je continu moet vernieuwen, innoveren, ondernemen en beheersen en steeds hogere kwaliteit moet leveren, ja, is dit de oplossing. Je kan niet het ene doen ten koste van het andere, je moet het allebei doen, dus je moet het allebei volwaardig adresseren. En als je het niet volwaardig adresseert, dan mis je de boot. En als je het wel volwaardig adresseert, kan je binnen korte tijd ontzettende verbeteringen realiseren. We zeggen tegen mensen die hier binnenkomen, joh, gegarandeerd is je werk over een jaar totaal anders dan wat je nu doet. Maar dat is niet erg, want we gaan bezig om te kijken hoe jouw werk gaat passen bij wat jij te brengen hebt. En ten diepste denk ik, is dat iets waar mensen heel erg gelukkig van worden. En ik heb dat zelf in mijn leven meegemaakt en dat is ook iets wat ik mee blijf dragen in onze organisatie. En ik heb het gevoel dat dat ook iets is wat maakt dat mensen graag voor onze club werken. Dus in die zin zit er ook een soort waardesysteem onder of zo. Waarvan ik denk, het is iets waar mensen bij floreren. Wat ook wel belangrijk is, en daar heb jij ons bij geholpen in dit proces, is heel expliciet dingen op tafel leggen. Ik herinner me nog dat mensen commentaar op Leo hadden en je zei, kom, zullen we nu meteen daarheen lopen en het met hem bespreken? Ja, we hadden hier tegeltjes van, we praten niet over elkaar, maar met elkaar. Ik denk dat je elkaar ook, en dat schuurt en doet soms pijn en dat is ook pijnlijk. Dat gekonkel onder water, daar schiet je niet meer op. Het moet op tafel. En op het moment dat het op tafel is, dan kan je ermee dienen. En dat is iets wat ik geleerd heb in dit proces, wat heel erg waardevol is en waar je voor moet gaan. En alleen dan kom je ook echt fundamenteel stappen verder. Je moet niet kiezen tussen ondernemen en professionaliseren. Moet je niet tussen kiezen, je moet allebei doen. Dus je moet je zo organiseren dat allebei kan. Niet kiezen. Sommige mensen willen altijd kiezen, dat is helemaal niet nodig. Allebei doen. Dan ga je op de turbostand. Het effectief hanteren van de paradox ondernemerschap-beheersing heeft Rennekind uiteindelijk gered en effectiever en veerkrachtiger gemaakt. De Paradox Academy wil Andries Schuttinga en Leo Visser bedanken voor het delen van hun praktijkervaringen.